welkom bij de online mini-cursus Tunisch haken van Wolplein. Eerder haakten we de Tunische basissteek, de Tunische tricotsteek en vandaag ga ik de Tunische rechte steek laten zien. Voor onze Tunische lapje met de rechte steek gebruiken we de Tunische haaknaald 5,5, de toerenteller, haaknaald 4,5 voor het randje, de stopnaald, de schaar en cotton 4. We gaan de Tunische rechte steek haken. Nou, de rechte steek, deze benaming komt dat de steek heel erg lijkt op de rechte ribbels van een breiwerk. Zoals je ziet zijn hier ook allemaal ribbels zichtbaar. Nou ja, we gaan voor ons lapje weer 14 lossen opzetten. Zoals we ook bij de basissteek en bij de Tunische tricotsteek hebben gedaan. Dus ik maak weer een opzet los. En ik haak weer 14 lossen. Lossen gehaakt. De eerste twee toeren van de rechte Tunische steek die zijn gelijk aan de eerste twee toeren van de basissteek. Nou, dat was ook al bij de Tunische tricotsteek zo. Dus ik steek weer vanaf de tweede losse ga ik insteken en ik haal mijn lus weer op en dit doe ik weer tot het einde van de toer, zoals bij de basissteek. Wil je dat rustig terugzien? Kijk dan vooral ook heel even naar het filmpje van onze Tunische basissteek. Ik haak nu even weer 14 lussen op de haaknaald. Weer 14 lussen. Nou, de tweede toer was hetzelfde. Dus ik haak weer een omslag en ik haal hem door 1. En ik maak een omslag en ik haal hem door 2. Nou, die omslag door 2 die herhaalt zich tot het einde van de toer weer. Voor de rechte Tunische steek gaan we nu op een andere manier insteken in die verticale streepjes die we zien. Normaal gesproken hebben we de werkdraad steeds achter ons werk liggen. Bij deze steek halen we de draad naar de voorkant. Dus ik haal mijn haaknaald, steek ik over mijn draad heen, over mijn werkdraad. En dan pas steek ik hem in die tweede onder die verticale lus door. Dus weer van rechts naar links. Dan loopt mijn draad er onderdoor langs. En dan pak ik hem op en ik haal hem door. En ik laat hem staan. Nou, en zoals je ziet heb ik een soort lusje eromheen gemaakt. Dus ik zorg weer dat die werkdraad van mij aan de voorkant komt. Dus ik haal mijn haaknaald mee naar voren. Ik steek hem in. En ik pak hem op. Dus ik haal mijn draad naar voren. Ik steek in. En ik zorg dat mijn werkdraad voor mijn werk ligt. En ik pak de draad op. Dit doe ik tot het einde van mijn toer. Alleen de laatste steek, die doen we weer gelijk zoals bij de basissteek. En dat is weer om toch een mooi recht lapje te kunnen krijgen. Ik zorg dat mijn draad naar voren ligt. Ik steek in. En ik pak hem op. Ik haal mijn draad naar voren. Ik steek in. Ik zorg dat de draad onder ligt. En ik pak hem op, tot ik weer 14 lussen op mijn haaknaald heb. Dan zijn we bij die laatste steek aangekomen. Nou, en die laatste steek die haak ik gewoon. Dus die steek ik gewoon in. Met mijn werkdraad aan de achterzijde en ik pak die op. Dan heb ik weer 14 lussen op de haaknaald. Nou, de teruggaande toer is gelijk aan alle andere teruggaande toeren. Dus een omslag door 1 en een omslag door 2. En dat doe ik weer tot ik het einde van de toer ben en ik weer 1 lus op de haaknaald heb. Je ziet dat het wat losser werk oplevert, maar zoals je ziet, als we dadelijk weer een nieuwe toer gaan haken,
dan verdwijnen ook de grootste gaten weer. Nou, we herhalen toer 3 en 4 tot ons lapje groot genoeg is. En in dit geval is dat 28 toeren in totaal. Dus ik pak mijn toerenteller er weer bij. We hebben er al 4 gehaakt. En ik haak door tot 28 toeren. We hebben 28 toeren nu. Nu gaan we dit lapje weer afsluiten. En bij de rechte steek sluiten we op dezelfde manier af als bij de basissteek. Dus dit keer gaan we aan de voorzijde. We pakken de draad op. De draad blijft nu dus ook gewoon aan de achterzijde. En we maken een half vaste erop weer. Dus we steken hem in, pakken hem op en halen hem door. Doe dit weer niet te strak, dus pak die lus goed op voordat je hem doorhaalt. Nou ja, dat doen we weer tot het einde van de toer. De laatste. Knippen we de draad weer door. En we halen een laatste omslag door die lus en die trekken we goed aan. Nou, dan werken we weer de begin- en einddraad netjes weg. Nou, je ziet dat dit lapje, deze steek, iets minder krult als de basissteek en de Tunische tricotsteek. Maar ook deze maak ik nat en span ik op, zodat ze dadelijk wel allemaal mooi recht zijn. En dan gaan we er weer een rand vast omheen haken. Dat ga ik dit keer doen met groen. Ik maak weer een opzetlusje. Waar ik mijn draad met een half vaste vastmaak in de laatste steek die we gemaakt hadden. Bovenop, zeg maar. Dus ik maak hier een half vaste. Nou, het is een wat lossere steek, die rechte steek die we gemaakt hebben. Ja, je hebt weer die enkele lusjes. Dus daar gaan we weer vast op haken. Die laatste steek. Daar haak ik een vaste in. Twee losse en nog een vaste voor een mooie hoek. En dan haak ik hier aan de onderkant. Haak ik ook weer vaste. Nou ja, de eerste twee toeren zijn net zoals bij de basissteek. Dus hier, ja, het insteken gaat hier weer vanzelf. Op de hoek eerst een vaste aan de zijkant, twee losse en nog een vaste in dezelfde steek. Nou, dan komen we weer aan de zijkant. Ook hier zie je weer dat die zijkant hetzelfde is als bij de Tunische basissteek en bij de tricotsteek. Dus deze kant pakken we, steken we er onder allebei de lusjes door en haken we weer vaste tot het eind. De laatste vaste en ik sluit af met een half vaste aan de bovenkant in de eerste steek. Ik knip mijn draad af en ik maak nog één omslag en haal hem door en ik trek die stevig aan. En dan is ons lapje omhaakt. We werken de begin- en einddraad weer netjes weg aan de achterkant. En daarna zullen we het lapje weer nat maken en opspannen, zodat hij net zo groot is als ons andere lapje. Onze eerder gehaakte lapjes, de basissteek en de tricotsteek.
dit was de rechte steek, de tunnische rechte steek. Bedankt voor het kijken. Veel plezier met het haken. Abonneer je op ons YouTube-kanaal voor nog meer filmpjes. Schrijf je in voor de nieuwsbrief. En kijk ook eens op ons blog.